Yo Nintendo fans, super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. Mijn naam is Rick, maar ik ben vandaag niet alleen, want ik ben met de one and only Thomas de Sapling. Hallo! Holy shit, we zijn er gewoon. We zijn er, wat leuk. Ik heb gehoord dat dit zo'n beetje het mooiste eiland is van Twitch NL en YouTube NL en NL gewoon überhaupt. I mean, ik wil niet flexen, maar ja, who's doing it, weet je? We zijn, we out here. Dit begint wel echt gelijk heel lekker. Met al die lampjes en zo en lekker schildpanties erbij. We gaan vandaag, net als bij Puck, vorige week gaan we al jouw bewoners raten. Dus ik denk dat je er 10 hebt. Ja, ja, ik heb er zeker 10. Nou, dan gaan we gewoon een top 10 maken van jouw bewoners. Here we go. Nou, dit is de rechterkant van Appleton, zoals je ziet. Natuurvriendelijk. Er staat een schildpad. Spin. En die tarantula, ja, die slaapt. Yeah. He is sleeping. Nou, dan komen we hier. Word je meteen begroet door deze Titan. Wat is zijn naam? Weten we niet. Ze praten Henk. Niet. Doei Henk. Nou, dan hebben we hier de eerste villager. En, jij mag naar binnen gaan. Cool. Let's go. Oh, maar die is niet thuis? Zou deze thuis zijn? Ja, we kunnen kloppen. Hij is thuis. Knock knock. Who there? Het is meteen mijn minst favoriete. Oh, top. En dit is toch een leuke. Ik ben heel tevreden met mijn villagers. Dus we hebben niet echt slechte, maar dit is mijn minst favoriete. Oh, dit is een piggy. Dit is Agnes. Agnes. Ja, Agnes ziet er wel... Ze ziet er wel vriendelijk uit. Ja, ja. Al mijn villagers zijn vriendelijk. Ik heb geen gemeen in mijn town. Daar ben ik wel blij op. Ik heb ze ook echt allemaal handpicked uitgezocht. Ik heb echt met duizenden uitgegeven aan die Nookmal tickets. Oh, shit. Ik heb echt hard zitten grinden om tevreden te zijn. En ik heb geen ene villager waar ik niet tevreden mee ben. Dus dat is wel nice. Ja, en dan kan je hier naar rechts lopen. En dan ga je eigenlijk naar het andere deel. Dan loop je langs de Nook Screwnoo. There you go. Nou, hier hebben we het strand. Zat erg druk. Wel 1,5 meter, uiteraard. Oh, 1,5 meter. Ja, you know it. Nou, dan hebben we hier de speeltuin. Dat is ook altijd druk bezocht. 1,5 meter. Jij hebt echt overal mensen neergezet. Wat de hel. Klopt. En als je dan hier naar boven loopt, heb je toch wel een van mijn favorieten. Oeh, het is toch wel een leuk hoor, dit. 1, 2, 3. Kaboom. No. Het is Paddy! Hey. Ja, Paddy is wel legend. Hij heeft zelfs een standbeeld van mij hier staan. Ja, het is bijna dezelfde lengte. Hello, middle champ. I'm a noob. Ze wil samen met Wim winkelen. Dat zijn op zich wel plus. Ah, dat mag niet. Alle winkels zijn dicht. Ja, dat is Paddy. There you go. Cool. Paddy is wel, is wel leuk. Het is een van mijn eerste villagers die ik kreeg. Daar heb je dan vaak toch een speciale band mee, hè? Ja, al ben ik Agnes mijn eerste villager nu aan het wegpesten. Maar wegpesten doe ik niet aan. Dat vind ik altijd zo rot als mensen dat doen. Hierboven hebben we toch wel het meest romantische gedeelte van Appleton. Dit is het sterrenkijkgedeelte. Dit doet me echt denken aan, ik weet niet waarom, maar dat je hier gewoon... Zelda Link's Awakening, man. Ja, dat klopt. Dan... Daar is het ook heel erg op geïnspireerd in. Ja? Oh, ja, zeker weten. Dan lopen we hier eigenlijk meteen naar de beste villager die er bestaat. Oeh, okay. Ik ga niet liegen voor je. Er zit een heel speciaal verhaal achter deze, maar... Heb je gewoon een tekening van haar gemaakt, of hem? Ja. Oh, nice. Hey, dit is Mint. Mint is echt... Ja, ik heb een hele bijzondere band met Mint. Vroeger in Wild World, toen ik 5, 6 jaar was, had ik Mint. Was mijn eerste villager. En ik heb er iets van 4 jaar gehad of zo. Toen kwam mijn broer. Die dacht, goh, ik ga Mint jatten van Thomas. Die heeft Mint gejat van me en ik heb er nooit meer gezien. Nou, en nu is ze terug! En nu is ze terug, jazeker. Ja, vet. Ze heeft echt een heel vet huis, vind ik. Ja, dit is cool, man. Dit leuk kleurtje zo. Ze kon ook gewoon zo verwelkomen. Ze liep al naar me toe, zo van, hey. Ja, ze is echt een legend. Oh ja, Mint scoort wel echt pluspunten nu, hoor. Gewoon die naam, kleurtje, huisje, alles. Het past gewoon. Het is gewoon, het is gewoon een goed geheel. Oh, deze is echt superleuk. Oké, ik ga niet spoilen. Doei. Ja, doei. Dus ja, dat is Mint. Mint is een legend. Heb jij nou ook Mitzi op je eiland? Want volgens mij vind jij Mitzi ook heel leuk, toch? Dat zijn spoilers, meneer Rick. Dat ga ik nog niet vertellen. Oké, dat zien we zo. Maar wat ik ga vertellen is dat we hier nog iemand hebben. Kan je aan het exterieur al raden wie hier woont? Oh, nee, ik ben niet zo'n animal crossing fan, hoor. Ik zou zeggen, ga maar naar binnen. Then you'll find out. Het is in ieder geval niet iemand die ik op mijn eiland heb, want dit huisje herken ik niet. Nate. Het is Nate! Ja, Nate is echt een legend. Het is echt... Hij is echt zo lui als de pest, maar echt geweldig. Hij heeft ook gewoon een vlinder op een stoel staan hier. Waarom? What are you doing? Wat gaf hij eigenlijk? Niks. Niks? Ik heb niks gekregen. Wat? Oh, dan moet je nog een keertje praten met hem. Ja, ik ga nog een keer praten. Oh, dit is heel luguber. Oh, nee, dit... Oké, dan ga maar praten met hem, you'll see. Ik weet niet of je een hertenvillager hebt, maar don't show him this. Wat doe je dan?
Wat doe je dan? Een hertendecoratie. Het is een afgehakt hertenhoofd. René, René, you're done. Het is klaar. René aan de muur. Oh nee. Oh, dat is heel erg twisted. Oh man. Nou, dankjewel. Ik heb het nog niet, dus ik neem het wel aan. Maar ja, dat is Nate. Nate is echt... Ja, 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 kom op. I mean, come on. En ik heb hier wat lopen. Ik heb hier iets lopen onder voor je. En ik wil je graag even voorstellen. Say hello. Ja! Ja, ja. Loop voorbij de boom. Loop, kom, kom. Ik praat gewoon. Oh. Ik zie... Waar? Ja, daar! Ja! De mids of the mids. Yes, het is de original Mitsy. Ja, ze is echt leuk. Super cool. Ben ik gewoon op een eiland tegengekomen. Hierboven hebben wij mijn laatste toevoeging aan mijn eiland. Ook wel een van mijn favorieten meteen. Ja, die ga je denk ik wel leuk vinden. Als je een echte Animal Crossing kenner bent, wat je niet bent... Nee, dat ben ik absoluut niet. Deze ga je waarderen. Oké, je bewoners scoren tot nu toe wel allemaal goed. Ik vind het wel echt inderdaad leuke pieps. Wow! Huh? Het is Kit Kat! What? Kit Kat is echt een legend. Hij is cool, hè? Die is vet. Heeft hij altijd zo'n ding op zijn bakkes? Zo'n helm? Ja, ik had deze vroeger ook in Wild World. En toen had hij ook dus dit nummer altijd aanstaan. Dus dat is wel, het geeft altijd een beetje memories als ik hier naar binnen loop. Echt een sportgoger. Dan gaan we hier weer naar beneden. En dan zie je dat we eigenlijk aan de andere kant van de moestuin zitten. Het loopt wel echt allemaal super mooi over in elkaar. Dat vind ik echt heel cool aan je eiland. Ja, toch? Het is niet één route. Je kan heel veel verschillende routes nemen. Ja, super nice. Hier woont echt... Ja, je moet gewoon even gaan kijken. Nee, dit is echt... Echt een van mijn lievelingsvillagers in mijn town op dit moment. Het is zo'n leuke. Ja! Ik zeg... Ja! Die ziet hè? Ja, die ziet er echt heel Delhi cool uit. Delhi heeft zo'n lieve uitstraling. Ik vind hem zo leuk. Dit is normaal echt... heeft hij ook zo'n coubertje aan en zo. Een brilletje op. Het is echt adorable. Ja, dit is wel echt een van de leukste apies die ik tot nu toe heb gezien. Ik heb zelf Flip. Die vind ik ook wel geinig. Oh ja, die is ook leuk. En dan gaan we naar nog een eiland. Ja, er zijn heel veel eilanden in mijn town. Ja, dit is wel echt een fan favorite dit. Het is de man! Dit is Roald. Ja, man. Ja, ja. Ja, deze ken ik ook. Ja, Roald is echt geweldig. Hij heeft echt een van de lelijkste huizen, maar maakt niet uit. Hij is wel cool. Ja, Roald is wel episch. Sowieso moet ik je ook zeggen, ik vind de meeste characters die veel blauw hebben, die vind ik allemaal tof. Ik heb zelf nu op een tweede eiland, heb ik Bam. Bam vind ik ook super cool. Als je van blauw houdt, dan ga je deze helemaal leuk vinden. Oh, shit. Meer blauw? Is het meer blauw? Dit is zeker blauw. Dit is meer. Ja, je gaat wel zien. Je gaat wel zien. No. Het is Rosie. No. Ja, ze is lief, hè. Rosie is super cute. En, ja, de enige die we een beetje gemist hebben is Chèvre. Ik weet niet, heb je Chèvre ooit gezien? Nee. Oké, nou, dan moeten we die even gaan zoeken. Dit is wel mijn lievelingsdeel van het hele eiland. Not gonna lie. Ga maar gewoon kijken. Ik ga niet eens uitleg geven. Ik ga gewoon langzaam zo. Ik ga maar langzaam naar binnen. Ja, ik vind dat super nice als het zeg maar symmetrisch is. En dan aan allebei de kanten waterval. Daar hou ik van. En dan zo'n poortje. Dit is... Wow, dit is freaking Space Town of zo. Dit is de Space Center. Wow. Jazeker. Ja, dus 's nachts is het mooier, moet ik toegeven. Maar desalniettemin is het wel een mooi plekje. Oh, je hebt gewoon die robot al, alles. En raketten. Ja, het loopt verder naar links, hè. Het is nog niet over. Er is veel meer nog. Wat is dit? Ja, dit is een maan. Hoe kom je hier aan? Is het maangedeelte, dit? Moet je hier eens gaan staan en naar boven kijken. Dat is leuk. Dit kan niet. What? Wow! Je hebt van die, hoe heet dat soort dingen? Meteor, zwevende asteroid. Nou. Wil je nog iets heel moois zien? Ik wou zeggen, ik ben klaar, ik kan niet meer aan. Nee, heel veel mensen hebben dat. Heel veel mensen gaan depressief weg hier, omdat ze altijd zoiets hebben van, oh, ik ben slecht. Maar dat maakt niet uit. Look at dit. Oh, yeah. Het is een eerbetoontje. Joy-Con boys. Het is het eerste ding wat ik heb gebouwd op dit eiland. Oké, dit is heel nice. Ja, toch? Alleen maar liefde. Ik had die switch staan. Ik dacht, nou, weet je wat? Ik zet hem boven neer. Ik had laatst Maden Stout op mijn eiland. Die dacht dat het Ronnie Flex was. En sindsdien komt ze elke keer langs. Dus een eerbetoon aan Ronnie Flex. Waar is Ronnie? Maar ik vind dit autootje ook echt heel nice. Ja, die moonlanding is... Die lander is cool, hè? Die rover super bedoel vet, ik. Ja. Maar ik denk dus dat ze in het museum zit. Bij de dino's. Want daar liep ze vanochtend ook. Hallo? Hallo, ben je aan het Hallo? Where are you? Ja, ja, ik heb er. Ik heb ze gevonden. Waar? Oh, hier ja! Met haar blauwe ogen! Legend! Wat een legend! Met haar cape. Ik heb haar een cape gegeven. Ja, ja. Deze is ook cool, man. Ik snap al dat je leuk, deze allemaal gehandpicked hebt, zeg maar. Ja, ze zijn allemaal handpicked. Huck was er. Die was ook wel leuk, maar die heb ik ingeruild voor KitKat. Dus ja!
Oh, nee. There you go. Nu moeten we dus gaan ranken. Oké, nou. Zal ik het maar eerst doen? Ja, ik ga gewoon jou laten ranken en dan kijken of ik het ermee eens ben. Alright, nou, op 10 zet ik dan Agnes. Agnes is wel mijn... ze is heel lief, maar ze is gewoon... Van alles is ze gewoon de minste, vind ik. Daarna zet ik Patty, de koe, helaas. Die is ook heel leuk, maar ook ja, in een lijst van giganten kan je gewoon onderaan komen te staan. Daarna zet ik... ja, mensen gaan me haten, maar Roald. Nee! Ja. Nee! Ja, die moet hoger, man. Daarboven zet ik KitKat. Daarboven Rosie, denk ik. Nou, 4 is Nate. 3 is Chèvre. De geit, de goat. Nummer 2 is Dally, de aap. Ja, die is gewoon geweldig. En nummer 1, natuurlijk, Mint. Mint. Mint is echt geweldig. Ik kan niet zonder haar. We hebben ergens een foutje gemaakt. Waar is Mitzi? Mitzi is nummer 6 dan. Mitzi is een honorable mention. Dus ja, dat is mijn top 10. Oké, mijn top 3 in Vogelvlucht. Van het eiland van Thomas, de freaking sapling. Op 3, Chèvre. Woe! Ja, ja, ja. Okay. Op nummertje 2, Mitzi. Woe! En op 1, drummel. Het wordt heel saai. Maar hey, Mint is echt een OG. Mint is sick. Zullen we zwaaien? We gaan zwaaien. Of klappen. Kan ik zwaaien? Ik zwaai. Bye bye. Doei! Duimpje omhoog, abonneer op dit kanaal als je een leuke video vond. En ga ook zeker even bij Thomas checken, maar jullie kennen Thomas allemaal. Linkje staat hieronder in de beschrijving. Mazzel!